Inmiddels rijden we over verschillende landpaadjes en lekker door het bos heen op zoek naar die hikers. Want die zitten natuurlijk overal weer verstopt. Maar we willen ze toch wel spreken. We zijn wel benieuwd naar hun ervaringen en wat ze allemaal doen en meemaken. En dus we gaan nog op zoek. Kijk, en daar lopen ze. Hikers, net gespot door seekers. Ja, helaas, we konden ze niet spreken, maar toch mochten ze even een filmpje van ze maken. Ik wens ze echt heel veel succes. Wat is er gebeurd? Vertel het eens even. We zijn gewoon verneukt. We moesten heel hard rennen achter de groene brigade. En aan jullie gingen gewoon weg. En jullie gingen weg. Gingen gewoon weg. We voelen ons verlaten. En we gaan nu spotklappen. En nu zijn we gespot, terwijl we vlakbij jullie waren. Ja, dat dus midden de 100 meter, dat mag niet. Dus die homo's gaan we pakken. Hoe werkt het? Ik voel frustratie en heel veel boosheid. Nee, alleen frustratie. Ik vind het wel leuk. Alleen frustratie. Boosheid is voor andere mensen. Oh, het verhaaltje. Ja, ik sta hier naast Dennis en Joost. En die zullen jullie misschien nog wel kunnen herkennen van een prachtig filmpje van vorig jaar. Namelijk toen zij net uit hun schoonheidsslaapje kwamen van, volgens mij pak een beetje een uur. Max. Max. En de bierwalm kwam de tent uit. En nou ja, nu ook eigenlijk. Hoe voelt het zich? Ja, ik wel goed. Dennis, hoe voel je je? Iets minder. Er komt wel een aardige bierwalm hieruit. Ja, dat is waar. Dat is jammer. Ik ben nou beter voorbereid. Oh, echt? Een streep afvul in de tas. We hebben hier net een hikersgroepje gezien. En die zijn naar deze checkpoint gegaan. Checkpoint 36. Ja, en dan moet je het mooie woord door sms'en, whatsappen. En dan krijg je een puntje. Ja. Zijn jullie al gespot? Twee keer. Ja, waarschijnlijk twee keer, maar eentje werd afgekeurd, maar die kan niet afgekeurd zijn. Waarom werd die afgekeurd? Nou, omdat ze ons 2 uur eerder gezien hadden, of binnen 2 uur, maar we waren nog niet eerder gespot. Nou, welkom op Subcamp A. Lekker de fik erin. Die gekke Jacco, die gooit echt van alles op het vuur, maar het geeft wel warmte. En volgens mij zorgt dat ook voor dat er een hoop hikers hier naartoe komen. Dus dat is precies waar we het om doen. Lekker biertjes drinken, gakballen eten. Ik ben erg trots op ons groepje. Echt heel trots. Vorig jaar hadden we ook meegedaan. Toen ging het wat minder op het begin met het invullen van de coördinaten. En nu in één keer goed. En we zijn voor mij ook wat minder keer gespot dan vorig jaar. Dus voor mij is het wel goed gegaan. Goeie, veel punten binnengehaald. Ja. Ja, goed verstopt ook. Dus ja, ik ben heel trots. De blunder van vandaag. We waren heel enthousiast toen we vlakbij een punt waren. En toen viel ik. En toen viel een fles drank uit mijn tas. En die was kapot gevallen. Dus dat was de blunder van vandaag. Dat is misschien wel leuk om door te geven. Eén slok ieder genomen. Ja. Dus hij was nog vol. Kan je gebeuren. Maar voor de rest, vond het heel leuk vandaag. Ja. Nu aan bier natuurlijk.